Man, ik ben zo tevreden. Ja, echt hoor. Ja, vandaag eigenlijk voor het eerst sinds lange tijd weer op de Enduro Rally Motor, zeg maar. 33e tijd in de proloog vanmiddag. Ik denk in dit veld, dit deelnemersveld, geen verkeerde tijd. Man, ik ben zo tevreden. Ja, echt hoor. Ik was heel langzaam begonnen. Ik denk, kopie erbij, focus, weet je wel. En en in het begin moest ik echt weer even wennen. Die eerste 4-5 kilometer. En daarna dan heb je wel eens mensen die inhaal, mensen die verkeerd rijden. En dan met de briefing hadden ze nog wat dingetjes verteld. Let op de witte lintjes en op de rode verf. En dat had ik goed in mijn roadboek gezet. En niet zoveel missertjes gemaakt. Weet je wel, even zo een keer 400 meter op een of andere grasweide wat zoeken. Maar je wordt weer teruggereden, toch het pad weer opgepakt. Ja. Lekker ook wel eens goed gereden, dat andere verkeerd reden. Terug, we moeten hierin, man, weet je wel. En daar kik je wel een beetje op. Het laatste stukje was aardig technisch. Ik begon de eerste 3 kilometer te rijden voordat de proef begon. Naar de proef toe. Ik dacht, en iedereen die was helemaal wappie, weet je wel. Ja. Als je nou kijkt, was wel pittig. Echt heel pittig. Zelfs naast de finis was het al vreselijk, maar goed. Morgen 2 etappes, morgen iets van 270 kilometer, maar redelijk snelle etappes. Ja, we hebben morgen hele snelle etappen, die eerste vooral. Dat wordt flink schroeven, maar navigeren lijkt niet moeilijk in het roadboek. Geen moeilijke plaatjes. En dan die tweede, dat moet ietsje minder, zal even moeilijker wezen. Ik heb er zin aan. Ja. Succes. Dankjewel. Ja. Ένας ακόμα Έλληνας συμμετέχων, ο οποίος έχει το απόλυτο ρεκόρ στο Σερεσράλι.